Wij denken om de veiligheid van die patiënt, want het is eigenlijk een patiënt daar. Gewoon dat bovenop liggen, het doen we natuur soms op. Dat is te veel druk op dat lichaam. Dus we gaan vandaag technieken leren waar we elk een arm afzonderen en iemand gaat die knie grijpen. Het lijken simpele politietechnieken om zo snel mogelijk een geagiteerde, verwarde patiënt veilig te fixeren. Maar door de onwetendheid vroeger over het excited delirium syndroom of EDS was de politieaanpak helemaal anders. Vroeger werd er vooral geopteerd om daar met veel mensen op te vliegen, ja, eventueel pijnprikkels te geven. Maar dat is nu net iets dat bij een EDS-persoon niet gaat lukken. Die heeft geen pijn, die is enorm krachtig. En zijn we eigenlijk overgestapt naar een nieuwe techniek waarbij we eigenlijk gecontroleerd iemand naar de grond gaan brengen. Elk gevechtje, elke twist kan uitmonden in onomkeerbare toestanden. Daarom is het belangrijk om dat aan allen tijd te vermijden. Dit is hoe een patiënt met excited delirium tekeer kan gaan. De video's uit de Verenigde Staten worden getoond tijdens de politieopleiding om het syndroom te leren herkennen. Overvloedig zweten, naakt zijn, hoge lichaamstemperatuur, verhoorde hartslag, zeer verward, paniekerig, ja, luistert niet naar bevelen. En het zijn die punten die we eigenlijk moeten gaan herkennen, ja, om te gaan besluiten van, zou dit mogelijk een EDS zijn en moeten wij beroep doen eigenlijk op de medische sector. Rustig. De EDS-patiënt niet op de buik, maar op de rug leggen en meteen een mugarts oproepen die hem een kalmeringsspuit kan geven. De politie heeft duidelijk lessen getrokken uit eerdere incidenten die fataal afliepen. Maar het heeft wel vele jaren geduurd. Het samenstellen van zijn opleiding hebben we wel secuur gedaan en met de nodige partners. Dokters, volksgezondheid is daarmee in betrokken. En ja, om dan daarmee aan de slag te gaan. Het heeft inderdaad wel lang geduurd, maar we zijn blij dat dat nu toch van start is gegaan.